Ik moet het nog lezen, maar dat moet ongetwijfeld het boek zijn van Christophe de Bossu. Dag Vlaanderen. Ik begroet Christophe ook elke ochtend bij de kruidfabriek met zo. Dag Vlaanderen. Dag Vlaanderen. En dan glimlacht hij zeer, zeer hartelijk terug. Dus ik moet het dringend lezen. Ja, ik ga het ook laten signeren straks.